eerste instantie zou ik iemand kunnen noemen die wel de Nobelprijs voor literatuur heeft gekregen, maar door sommige mensen niet als schrijver worden beschouwd. En dat is Bob Dylan. Maar dat zal ik nu even laten liggen. In de literatuur toch, denk ik, het boek wat tot nu toe de meeste indruk op mij gemaakt heeft, is een boek van Marcel Proust. Zijn grote werk is A la recherche du temps perdu. En daarvan heb ik één deel gelezen, echt goed. En dat is het eerste deel van In de schaduw van de bloeiende meisjes. Nou, ik heb het gevoel dat Proust in zijn boek iets doet wat eigenlijk elke schrijver wil, of veel schrijvers. Dat is het leven in al zijn, de essentie van het leven beschrijven. Maar tot nu toe denk ik dat Proust dat wel op de beste manier gedaan heeft. Ik heb het gevoel dat Proust echt alle aspecten van het leven heeft willen beschrijven. In dit deel beschrijft hij zijn liefde voor een vriendinnetje, de manier waarop dat afgewezen wordt. En ik werd daar werkelijk ongelooflijk door gegrepen. En ook door de prachtige lange zinnen van Proust, waarin hij alles probeert te vatten. Dus tot nu toe is dit toch wel het boek in de literatuur dat de meeste indruk op mij gemaakt heeft.